Bij de feestelijke herdenking van de spoorlijn Breda-Tilburg. In spoorlijn die, zoals u weet, de rechte lijn vormt tussen twee punten. Of, anders gezegd, een spoorlijn die de kortste verbinding vormt tussen twee stedelijke knooppunten. Want, dames en heren, zeker op spoorweggebied zijn Breda en Tilburg meer gelijkwaardig aan elkaar dan u misschien op grond van de discussie van de afgelopen maanden zou hebben kunnen denken. Een echte stoomtrein naar Tilburg. En precies zoals 125 jaar geleden zal er muziek zijn in Tilse Rijen en zal de burgemeester ons daar ontvangen. En net als in 1863 speelt ook in Tilburg de muziek en zullen de drie Tilburgse gilden ons naar het gemeentehuis begeleiden. Dames en heren, ik hoop van harte dat u een heel plezierige en een heel bijzondere dag zult hebben. En ik hoop tevens dat u als speciale genodigde van onze stichting, dat u het evenveel zult genieten als de genodigde in 1863. Ik wil nu graag het woord geven aan de lokale burgemeester van de gemeente Breda, de heer Sandberg. Bestuur, dames en heren, allen hartelijk welkom in deze zonnige stad. Ik wil graag beginnen met het bestuur te complimenteren dat ze deze dag hebben uitgekozen. Vorige week rond dit moment regende het hier 82 mm, geloof ik. We hadden toen nu 4 spanwedstrijden die compleet in het water zijn gelopen. En wat kan je beter dan zo'n mooie zonnige dag gebruiken voor dit evenement. Breda was reeds in 1855 hier te beurt gevallen. Toen de stad een officiële aansluiting verkreeg op de spoorlijn Antwerpen-Moerdijk. Ja, het is afgevallen, het woord knooppunt, dus ik kan het er ook niet laten er iets over te zeggen. Het wordt direct onderstreept. Maar bij het huidige streven, dames en heren, van de erkenning van Breda als stedelijk knooppunt, hebben wij uiteraard veel aandacht geschonken aan de actuele positie van onze stad in deze regio. Maar de historische gegevens die de argumentatie aan kracht zouden doen kunnen winnen, zijn wat minder voor het licht gehaald. Toch wil ik eigenlijk ook juist vandaag benadrukken dat het met name de totstandkoming van de spoorlijnen van en naar onze stad veel van de economische ontwikkeling en algemene groei te danken is geweest. Spoornet in Tilburg van vandaag bijzonder aandacht schenken. En het vechten van die vestigingsmuren zijn daarmee in een stroomversnelling geraakt. De stad moet in het punt van een aantal spoorwegen, een aantal spoorwegtrajecten, zag vele nieuwe industrieën binnen haar grenzen verschijnen. De aantrekkingskracht van dat spoor bleek ook heel overduidelijk aan het feit dat vele fabrieken langs die trajecten werden gesitueerd, waarvan sommige zelfs met een eigen spoorwegaansluiting. U kunt er daar nog een aantal van terugvinden. Met de verdwijning van de Bredaanse haven werd het transport over de waterweg van minder belang. 25 jaar stad aan een spoor, zusterstad van Breda. Dank u wel. Nee, nee, nee. Nou, we gaan nu.
rijden. Half turbulent hier? Ja, we moeten even hier in de gaten houden. Kan niet beter. Gezin? Dan heb je mijn achtervolgers weer van vroeger daar. Ja, dat was
moeten zijn op alle veiligheid. Nou, het gaat draaien elkaar niet. Alle dingen. Van Tilburg wil ik u hier, hij doet het dus nog steeds niet, harte welkom heten. Regelmatig heb ik het genoegen om grotere en kleine gezelschappen in deze stad te ontvangen. Vandaag is me dat wel een heel bijzonder genoegen, omdat we stilstaan bij de herdenking van 125 jaar spoor Breda-Tilburg. Het aanleggen van die spoorlijn is voor onze beide steden van groot belang geweest. De ontwikkeling van onze steden is erdoor gestimuleerd en dat doet ze nog. Het is een belangrijke schakel in het totale infrastructurele netwerk waarin de vierde notenruimtelijke ordening ook op gewezen wordt. Het is een schakel die nog eens duidelijk maakt dat er een nadrukkelijke verbondenheid is tussen de Brabantse steden. En zoals we lopen hier langs. Komt ook uit het museum van Thank you.
presenteren. Presenteer u bent op. Nee, u bent op. Zwaai u bent op voor God, koningin en vaderland. Dat was roer ik op. Van het erecomité en comité van aanbeveling, dames en heren. De Stichting Tilburg 125 jaar Stad aan het Spoor heeft de uitnodiging van de gemeente Tilburg voor een feestelijke ontvangst in het raadhuis ter gelegenheid van de herdenking dat 125 jaar geleden de spoorlijn tussen Breda en Tilburg gereed kwam en in gebruik werd genomen, volgaarne geaccepteerd. En zeg ik de gemeente namens het bestuur van de stichting vanaf deze plaats hiervoor heel hartelijk dank. De opgave om dit jubileum gestalte te geven was stellig en heel plezierig. En hebben wij die met veel optimisme aanvaard. Wetende dat het volbrengen hiervan de nodige problemen van financiële en andere aard zal oproepen en dat heel veel van de persoonlijke inzet van de bestuursleden zal worden geëist. Dat wij desondanks aan de slag zijn gegaan, vloeit voort uit ons enthousiasme voor alles wat met railvervoer samenhangt. En zeer zeker ook, meneer de burgemeester, dat wij van mening waren dat door het vieren van dit jubileum de mogelijkheid gegeven werd Tilburg als zevende stad in het land in positieve zin in de publiciteit te brengen. En dat verschil 150-125 is misschien wel iets om even bij stil te staan. Hoewel over de geschiedenis van wat er toen gebeurd is al zoveel publicaties zijn verschenen dat ik daar nog kort over wil zijn. De Nederlandse spoorwegen, of het spoorweggebeuren in Nederland 1839, kwam maar heel langzaam op gang. In het begin kwamen er hier en daar wat lijntjes. Maar het bijzondere van de lijn hier is dat de aanleg daarvan plaatsvond in het kader van een hele netgedachte. Een groot net van spoorwegen in Nederland was nodig, werd nodig geoordeeld.
En in het kader van dat net is dit het eerste stuk wat klaar kwam. Men was op 8 plaatsen tegelijk begonnen. Dit gedeelte had een aantal voordelen waardoor het wat vlotter tot stand kon komen. Het was betrekkelijk recht, er waren weinig technische moeilijkheden. En op 1 oktober was dat dus het geval. En bij het gebeuren van de hoge snelheid, waar we nu dus voor staan in Europa, ook daar is het zo. Er is een lijn ergens in Frankrijk, een lijn ergens in Duitsland. Ook in Italië zijn al stukken, Engels goed was. Maar ja, pas de laatste jaren is het kader van internationale samenwerking op het net van hoge snelheid. De eigen stoomlocomotief, de 3737, er vandaag niet bij kon zijn. Maar ook de gemeentes Tilburg, Gilderij en Breda. Hoewel mijn collega Ploeger dat al gedaan heeft, toch nog eens hier ook van harte geluk wensen. Met ons, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk wat moeilijk voor me om dat zo te zeggen. Maar ik feliciteer ons dan evenzeer, de spoorwegen, dat ook in de landen de noodzaak van spoorwegen wordt onderschreven. En wel sterker wordt onderschreven dan de laatste decennia het geval. De verbinding Breda, Tilburg, Tilburg-Breda. Mijn informatie zegt nou niet precies, meneer de Jong, hoe de aanleg is geweest dat van Breda naar Tilburg zijn gekomen. Van Tilburg naar Breda is ook niet zo interessant. In ieder geval ging het over Gilserij en niet over Oosterhout. Ik merk dat nog even op. Dat is mijn geboortegemeente. Daar heb ik ook nog eens ten dele mee mogen besturen. En de plannen waren aanvankelijk dat hij wel over Oosterhout zou gaan. Maar het toenmalige college ging naar Den Haag om daarvoor te pleiten, maar gingen, want het was tegen het middaguur, zo ongeveer op dit uur van de dag, gingen eerst zitten eten. Vandaar dat ze in Oosterhout zeggen eerst eten, wat wij hier ook overigens doen. En Gilserijen was de tussenstop. Complimenten daarvoor. Zo zie je nog eens als een ander iets nalaat of iets anders doet, dat je nog iets krijgt. Er is dus ook voor ons nog hoop. En wij in ieder geval. Wij zijn blij met deze viering. Ik hecht eraan ook nog eens te zeggen dat de Nederlandse Spoorwegen hier ook nog een zeer grote werkgever is. En wij gaan ervan uit dat ook tegen de achtergrond van de 21e eeuw dat eerder belangrijker zal worden dan minder. En ook andere activiteiten op het gebied van transport en communicatie, daarvoor zijn de toekomstontwikkelingen alleen maar gunstig naar. Meneer de voorzitter, te volgen gevoel wil ik dan erg graag nu de openingshandeling verrichten. Geruststellende functionarissen hier hebben mij gezegd dat ik dat heel eenvoudig kan doen. Die hebben geweten hoe ik erbij sta bij dat soort dingen. Ik hoef maar op een knop te drukken. En dan gaat er iets gebeuren. Mag ik dat nu al doen, meneer de voorzitter? Dan doe ik dat bij deze. En nogmaals, veel geluk, goede dagen, goed feest, heel veel belangstelling, zeer veel reizigers in uw trein. En dan druk ik nu op deze knop en ben heel benieuwd wat u gaat doen. En een kleine manifestatie voor geopend. Geef niet, de achterkant moeten we ook hebben. Nee, hij is niet van mijn kant. Je, is toch mooi, je bent toch mooi aan beide kanten, of niet? Iedereen pakt hem zo. Oh. Ja, dat maak je ook, hè.
vertelt u dat allemaal af naar raampje gaan zitten, dan... Wie doet de sluitlicht elke keer? Dat doet de conducteur. Goed zo, de mooi. De conducteurs die lopen daar naar te kijken. Ik vergeet ze namelijk steeds. Dus, nee, die zijn... Wacht even op, Jan. Doe je dat ding dat ik wel? Open moet even zijn foto gaan krijgen.